Vanmiddag gingen VVD en GroenLinks met elkaar in debat op de Radboud Universiteit. Het zogenaamde studentendebat ging over onderwerpen als bereikbaarheid, basisinkomen, wonen en zorg. Studenten mochten naar ieder onderwerp een stem uitbrengen. Over een aantal stellingen werd gedebatteerd door twee Kamerleden, Lise Westerveld en Remco Dijkstra. Namens de lokale partijen gingen Maarten Bakker en Quirijn Lokker het gevecht aan. Mensen hebben een huis en hebben een plek en willen daar wonen. Maar op het moment dat ze niet ergens kunnen wonen, dan heb je een probleem. Dus op het moment dat je niet genoeg woningen bouwt voor een bepaalde doelgroep die er wel vraagt, nee, gaan die mensen gewoon weg. En dat willen we hier in Nijmegen voorkomen. Ja, het is natuurlijk een hartstikke belangrijk debat, omdat Nijmegen voor een heel groot deel uit studenten bestaat. En als je dan die groep mee kan nemen in de lokale politiek, ja, dat is voor iedereen belangrijk, want het zijn wel inwoners van Nijmegen. We hebben een tekort aan die sociale huurwoning en precies zoals Maarten zei, als je straks afgestudeerd bent, je hebt niet gelijk helaas een salaris van 5000 euro in de maand. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we meer sociale huurwoningen gaan bouwen. Er is veel vraag naar in de stad en we hebben dat nodig. We moeten ervoor zorgen dat mensen die een woning willen hebben in Nijmegen, dat ze die ook kunnen krijgen en dat het ook een betaalbare woning is. En daar was ik het met mijn tegenstander niet echt over eens. Nou, ik denk dat het heel duidelijk moet zijn dat we in Nijmegen echt starterswoningen nodig hebben en woningen nodig hebben voor mensen met een normaal inkomen. Want die kunnen nou gewoon nergens hun huis vinden en daardoor gaan mensen weg uit onze stad en dat is enorm zonde. En wat ik vooral heel tof vond om te merken is dat we een volle zaal hadden en dat mensen echt enthousiast zijn over al die onderwerpen. En over, misschien niet, je hoort wel eens mensen zijn niet enthousiast over lokale politiek, nou, dat was hier in de zaal absoluut niet aan de hand. Mensen hadden heel veel vragen, opmerkingen, gaven ook duidelijk een mening. Wat het voor ons soms zelfs wat makkelijker maakte, omdat dingen al voor ons werden gezegd. Dus ik denk dat het een heel leuk debat is en er gaan nog meer studentendebatten komen. En ik hoop ook dat er daar weer heel veel mensen komen en dat ze uiteindelijk ook allemaal 21 maart gaan stemmen. Wat ik heel erg leuk vond aan dit debat is dat er heel veel interactie was met de zaal. De stellingen en de zaal deed goed mee. En ik denk dat dat ook juist is wat studenten tekent, die willen meedoen en meedenken. En nou, daar hebben we ze nou een mooi platform voor gegeven.